Hey, leuk dat je weer kijkt naar Slank en Fit TV. In deze video wil ik met jullie weer een vraag van een van jullie kijkers beantwoorden. En dat is de vraag, waarom moet ik regelmatig eten? Dit alles heeft te maken met je vetverbranding. En ik wil je hierin een voorbeeldje geven met een haardvuurtje. Dan maakt het misschien wat begrijpelijker. Stel, je maakt een vuurtje aan, je gooit dan wat houtblokken op en het is de bedoeling dat je eigenlijk de hele dag dat vuurtje wil laten branden. Als je dan 1 of 2 keertjes per dag daar weer een houtblok op gooit, dan zul je zien dat het moeilijker weer op gang komt, dat vuurtje weer helemaal warm moet gaan worden en groter wordt. En als je nou eens, om dat vuur aan te laten, meerdere keren een klein blokje erop gooit, dan zul je zien dat het vuurtje veel beter blijft branden. Dat is nou precies hetzelfde met onze vetverbranding. Als je maar 2 of 3 keertjes per dag eet, dan moet iedere keer jouw vetverbranding weer helemaal op gang komen. Dat kost veel meer energie en verbrand je veel minder dan dat je iedere keer een klein beetje eet en die vetverbranding de hele dag aan de gang blijft gaan. Als je op een dag 2 of 3 keer eet, dan moet iedere keer jouw vetverbranding weer op gang komen. Als je nou meerdere maaltijden op een dag, dus 5 tot 6 maaltijden op een dag eet, kleine eetmomenten op een dag hebt, dan blijft die vetverbranding op gang. Omdat er iedere keer als het ware een klein blokje op het vuur wordt gelegd, wat die vetverbranding aanhoudt. En dat is de reden waarom het beter is om overdag meerdere maaltijden, kleine eetmomenten op een dag in te plannen. Dat is puur ook omdat je vetverbranding dan beter op gang blijft, dus je lichaam beter verbrandt. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie met dit antwoord wat kunnen. Abonneer natuurlijk ook even op Slank en Fit TV. Rechts onder de video kun je op de abonneerknop drukken als je dat nog niet had gedaan. En ik zie je graag weer in een volgende video. Doeg! Bedankt voor het kijken. Vraag mijn gratis e-book aan op de site en neem even een kijkje in de webshop. Thank you.